Ja, we lezen overal Frank de Tank. Frank, stel je even voor hier bij Antwerpen. Waar kom jij vandaan? Goh, ja, ik ben Frank Boeks. Ik ben geboren in Leuven en ik woon in het Gentse, in Gijzenzele. En ik heb zo net getekend, of 2 dagen geleden getekend bij Antwerpen. En meteen in het doel, was dat een verrassing of niet? Ja, de trainer heeft me gevraagd gisteren al of dat ik klaar was mentaal en of dat ik fit was. En ik heb op beide antwoorden ja kunnen zeggen. Of beide vragen ja kunnen antwoorden liever. En hij heeft vandaag gekozen voor mij. Dus aangenaam dat ik mezelf eindelijk terug doelman kan noemen. Ja, het is een tijdje geleden, dacht ik. Hè. Hoe was je eerste match hier op de Bosuil? Ja, nog helemaal niet de Frank Boeks die ik zelf wil zien. Ik weet ook dat het allemaal een beetje stroef ging. En een beetje, maar het belangrijkste is dat ik gewoon de verdediging kan coachen. Dat is ook een troef dat we hebben met een beetje ervaring samen met Jonas de Roek. Is dat om de jonge jongens een beetje in het gareel te houden en te plaatsen. En ik denk dat dat vandaag wel heel goed gelukt is. Daarbuiten heb ik ook de nul kunnen houden, ook al was het niet altijd 100% goed van mij, maar ik kan alleen maar groeien nu. Je traint nu 2 dagen mee. Wat vind je van de groep? Welke potentieel zit hierin voor dit seizoen, denk jij? Ja, het is zeker een groep met potentieel, maar als je vandaag de wedstrijd ziet, is het kwestie van een beetje meer de bal in de ploeg te kunnen houden, een beetje langer die bal ongrijpbaar maken, zodanig dat je niet altijd die omschakelingen hebt. Want die omschakelingen, we proberen hoog te spelen, worden die ballen diep gegaan. Dan moeten die verdedigers en die middenvelders altijd veel afstand afleggen om opnieuw te beginnen. Dus ik denk dat het een beetje zoeken is naar de juiste vorm en de juiste invulling misschien ook. Ik weet het niet. Naar een beetje het juiste gevoel om die bal langer ongrijpbaar te maken en zo druk te creëren.